schat ik af in 1284. Ja, in het stadje Hamelen dus. En daar is altijd goed weer en zo en altijd leuk. Maar dan komt er een rattenplaag. En dan komt er een rattenplaag. En dan na zoveel komt er een Spaanse vreemdeling. En die kan dan, die zegt dat ze de ratten kan doen verdwijnen. En ja, als die dan verdwenen zijn, dan. Allee, dan zou daar 5000 dukaten voor. Maar de burgemeester wou dat niet. En dan zijn ze de kinderen gaan wegbrengen. Ja, voeren. En maar daarna, omdat iedereen zo verdrietig was, is het toch goed afgelopen en zijn we teruggekomen. Altijd ja, iets anders doen dan de rest en altijd dat wij kunnen dat beter doen. Ja. Vrienden zijn alleen dat we iedereen goed kennen en zo. En ja, altijd lachen en zo. En dan is dat wel heel leuk. En degenen die we niet kennen, die, daar maken we ook nieuwe vrienden mee. Ja. Ja. Hoe Arme Fokko de jeugd zou moeten winnen, omdat wij gewoon, omdat dat gewoon keigoed is. En wij spelen gewoon graag toneel en dan kan iedereen erbij dat graag toneel speelt. Ja. De ouders van de nieuwe leden werken heel hard mee en momenteel is er zo'n groot enthousiasme dat bijna alle ouders iets doen binnen de POCO en die zijn nu ook in verschillende groepjes, dus de kledij en decor en PR en zo zijn die bezig en dat zit eigenlijk heel goed. Ja, de enige problemen dat zal voor alle herentoutenaren zijn, denk ik, een goede locatie en schone zaal waar we kunnen optreden, want we moeten altijd schipperen van dan op school en dan moeten we het molen en moeten altijd wel een locatie gaan zoeken. Hè. Dus we moeten hopen dat de plannen van het nieuwe cultuurcentrum zo snel mogelijk goedgekeurd worden en dat er zo snel mogelijk aan gebouwd kan worden. Inderdaad, dat er dat zou misschien een hele eindelijk een zaal zou zijn waar de meerdere culturele activiteiten, waaronder natuurlijk Poco Crescendo en gewoon Crescendo, kan hun opvoeringen.